Wat is ecstasy? De werkzame stof in ecstasy is MDMA en komt in 3 vormen voor. Poeder, pil en kristal. Ecstasy en MDMA zijn dus hetzelfde. Ecstasypillen hebben verschillende kleuren, logo's en vormen. De ene ecstasypil is sterker dan de andere. Jarenlang zat er in 1 pil gemiddeld 80 milligram MDMA, maar dat is niet meer zo. Er zijn veel extreem hoog gedoseerde ecstasypillen in omloop. Dat lijkt goed nieuws, maar het gebruik van hoge doseringen MDMA is extra riskant. Laten we daarom kijken naar de hersenen, want daar gebeurt het. Ecstasy zorgt ervoor dat er in 1 klap een grote hoeveelheid dopamine en vooral veel serotonine vrijkomt. Dopamine is het stofje dat je vooral energiek en opgewekt maakt. Serotonine is het stofje dat je stemming, concentratie en lichaamstemperatuur beïnvloedt. Hiervan krijg je vlinders in je buik, meer energie en zin om te praten en te knuffelen. Je kunt een droge mond krijgen en moeite hebben met eten, plassen en slapen. Je kaken kunnen stijf zijn en malen. Bij hoge doseringen kun je gaan hallucineren. Als je te vaak en te veel gebruikt, wordt het verliefde gevoel minder. De lichamelijke effecten overheersen. Van een hoge dosis MDMA kun je angstig en in jezelf gekeerd raken. Maar het kan ook echt gevaarlijk zijn. Bij een overdosering kunnen oververhitting, psychische problemen, hartritmestoornissen en levensfalen optreden die zelfs tot de dood kunnen leiden. Als je ecstasy gebruikt, stijgt je lichaamstemperatuur. Koel daarom regelmatig af en rust uit. Ook houd je lichaam vocht vast. Drink voldoende, maar niet meer dan 2 glazen water per uur. Veel en vaak gebruiken kan op lange termijn leiden tot geheugenproblemen en andere psychische problemen door hersenschade. Na ecstasy gebruik kun je een dip krijgen, omdat je serotoninevoorraad in je hersenen op is. Hoge doseringen ecstasy versterken die dip. Bij de testservice kun je laten testen hoeveel milligram MDMA er in je pil zit en of er geen andere schadelijke stoffen in zitten.